Hartelijk welkom, mensen, bij de liefde van zijn boodschap. Gerechtigheid door geloof. Daar is nog veel meer in te leren. Want we gaan nu verder met de verdieping van de liefde van zijn boodschap in wat is zonde? Hoe zit dat precies met die zonde? We hebben natuurlijk al heel veel geleerd. Een valse doctrine en een ware leer van het geweldige evangelie, wat juist in de Bijbel staat. En juist willen we daar nu op verder gaan. Want we willen nu weten. Die, die finesses in die waarheden. En dan spreken we over zonde. Hoe zit dat nou precies met die zonde? En dat willen we nu met z'n allen onderzoeken. Ook weer een vrij lange studie van vier delen. Ik raad u ook echt aan tussen de delen ook te gaan bidden. Wij bidden natuurlijk altijd aan het begin en aan het einde van de totale presentatie. Maar de totale presentatie is vier delen lang. Dus u doet er zelf ook absoluut verstandig aan voordat u bij deel 3 en deel 4 bent, ook weer te gaan bidden. Wij doen dat niet omdat we zeggen: dat is de totale presentatie. En iedereen moet ook weer leren voor zichzelf te bidden voor de presentaties. Dus neem dat advies aan, want Gods Heilige Geest moet het voor u en ook voor mij doen. In ons bewerken. Ons hart kunnen wij openstellen en het verstand. Openstellen en God gaat dan voor u en voor mij aan het werk. Dus dat advies wil ik u nog bij deze geven. En daarom gaan we nu ook weer bidden. Vanaf het begin van de presentaties. Wilt u samen met mij ook danken en bidden thuis? Laten we samen danken en bidden. Lieve goede getrouwe God en vader, lieve Heer Jezus, we komen voor uw heilige aangezicht, voor uw troon om. Te danken dat u ons hebt geroepen. Te danken omdat we mogen weten dat u een liefdevol God bent. Dat u ontzettend veel van ons houdt. En u wilt ons ook bekendmaken met dat geweldige, ware, zuivere evangelie. Dat u in uw woord hebt gelegd. We bidden daarom of u bij ons wilt zijn. Bij de mensen thuis, bij uw oprechte kinderen die uw woord zoeken. Bij mij. U bent degene die het willen werken ook in mij moet verrichten. Want uit mezelf kan ik ook niets. Kom daarom alstublieft met uw Heilige Geest over ons. Als we uw woord gaan openen, dat we dat mogen verstaan. Wat is die zonde? Wat voor diepgang zit daarin? Wat moeten wij daarvan weten als oprechte Bijbelchristen? Zo leggen wij alles voor u neer. Niet omdat we het nogmaals verdiend hebben, maar uit uw grote genade, uw grote liefde en uw trouw. En om Jezus Christus, onze geliefde heer Senaantje al. Amen. En dan kunnen we ook weer in blijdschap Gods eeuwig evangelie openen. Want zo is het, het is gewoon prachtig. En in de toekomst mogen we dus eeuwig dat woord blijven onderzoeken. He? Want daar zit zo ontzettend veel in. En dit is allemaal zo ontzettend mooi natuurlijk. En daarom zijn we ook met Gods woord hier op deze aarde bezig. Want als we het hier op deze aarde niet kunnen en niet willen, of er geen behoefte aan hebben, hoe zullen we dan ooit in de hemel dat woord kunnen? En willen verstaan en ook de behoefte aan hebben en het mooi vinden om Gods Woord te onderzoeken. Als we het hier mooi vinden, vinden we het daar straks natuurlijk helemaal geweldig. Want alles wat ons openbaart en dat is het mooiste wat er is. We gaan weer naar definities toe. Ik heb al eerder gezegd, die definities in woorden zijn heel belangrijk. En wat betekent zo'n woord? We kunnen wel zeggen schuld, ja, maar wat betekent dat? En zonde, ja, maar wat betekent dat nu echt? Hoe zit dat precies? Dat gaan we elke keer heel nauwkeurig uitzoeken, omdat we dat ware evangelie, die zuivere evangelieboodschap van Jezus Christus, goed willen verstaan. En daarvoor zijn we bij elkaar, de prijs de Heer. Laten we maar beginnen met de eerste definitie, want wat is de definitie van zonde en het uiteindelijke gevolg daarvan? Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Zonde is ongerechtigheid. Wetloosheid vaak in de NBG genoemd. Maar ik blijf erbij dat ongerechtigheid dat beter uitgedrukt is. Want we hebben ook gerechtigheid. En dan weet je ook gelijk wat ongerechtigheid is. Het overtreden van de wet. Maar wat is de natuur van die zonde waarvoor wij schuldig worden bevonden voor God? En vervolgens veroordeeld worden en voor eeuwig verloren kunnen gaan. Want dat is natuurlijk weer. Een verdere vraag. We willen meer weten over die zonde en de natuur van die zonde. Waarom is het zo belangrijk te weten wat zonde is? We willen toch weten hoe we gered kunnen worden? Logisch, maar dat heeft wel alles met die zonde te maken. Bijvoorbeeld, als u ziek bent, gaat u naar de dokter om u te laten genezen. Maar u wilt toch ook graag weten waardoor u ziek bent geworden, want dat is volgens mij nog veel belangrijker. Want daardoor kunt u de ziekte misschien natuurlijk een volgende keer voorkomen. Er zijn ziektes die kunt u misschien niet voorkomen, maar veel van de ziektes die er nu heersen kunt u voorkomen. En als we daar wat dieper op in zouden gaan, dan zeggen we, ja wacht eens even, ik ben ziek geworden en waardoor ben ik ziek geworden? Die oorzaak van die ziekte, daar gaat het om. En als u zegt, ja, het maakt me niet uit waarom ik ziek geworden ben. Ja, dat is niet zo heel erg handig. Dat moet u toch ook met mij eens zijn. Want het is natuurlijk niet om te worden als we ziek zijn. Op bed liggen, in het ziekenhuis liggen, dan kunnen we niets meer. En dan is het ook het leed al vaak geschieden. Dus de oorzaak. Want. Het meest belangrijke is de oorzaak waardoor u ziek geworden bent. Ik heb hem hier nogmaals neergezet. Want als u in dat ziekenhuisbed ligt, net zoals ik al zei, daar wordt u niet blij van. En als u een verstandig mens bent, en dat is deze patiënt hier ook in bed, die gaat naar die arts toe of die specialist toe, wie het dan ook maar eerst die vraagt: hoe kan het dat ik ziek geworden ben? Wat is daar de oorzaak van? En overwegend kunnen artsen u dat ook vertellen, waardoor en waarom. Maar als wij goed naar de Bijbel zien en luisteren, dan begrijpen wij ook wel een beetje waarom wij vaak ziek geworden zijn. Dat heeft vaak ook met eten en drinken te maken, dat hebben wij al gezegd. Roken is dodelijk. En rokers sterven jong, ja, met te zwijgen over alcoholisten. Dus. U zult echt wel begrijpen dat er vaak een oorzaak is waarom u ziek geworden bent. En die oorzaak ligt dus ook heel vaak in eten en drinken en hoe u met uw lichaam omgaat. Dus vandaar, een zonde heeft iets, maar die heeft ook een oorzaak. En dat willen we natuurlijk met z'n allen onderzoeken. Hoe zit het nu met die oorzaak van die zonde? Ja, toch? En ik kan u vertellen, heel veel mensen die hebben, ja, ik wil. Uh, in de eeuwigheid bij God leven. En ik wil uh, niet in die plagen komen, want daar heb ik ook wel wat van gehoord. Dus wij zijn natuurlijk heel bang voor alles wat op ons afkomt. Maar wij kijken vaak te veel naar de dingen die op ons afkomen in de Bijbel. En over de Bijbel gesproken. De plagen, maar magog. En daar worden we angstig van. Ja, maar dat is nog niet helemaal wat God bedoelt. En wat God van u en mij verlangt: dat wij angstig worden. Nee. God zegt dat gebeurt er. En jullie moeten naar die oorzaak kijken waarom dat gebeurt. Kijk, dat wordt iets heel anders. En dan gaan we denken en dan gaan we ook beter de Bijbel onderzoeken. Maar dan gaan we naar die oorzaak zoeken. Want hieronder staat bijvoorbeeld: Het meest belangrijke lijkt nu de manier waarop wij de zeven plagen of Goh, Magog kunnen Ontkomen of kunnen ontlopen. U ziet hier die, al die plagen. Al die sferen zouden komen. En verandering van de zee in bloed. De wateren als bloed. En dan krijgen we die zonneplaag. En dan krijg die verduistering over de aarde. En dan krijgen we nog eens een keer die zesde plaag van die Eufra die opdroogt. En dan krijgen we al die grote hagelstenen. Nou, het is allemaal ellende natuurlijk. Komt over deze wereld. En dan moet u niet zeggen, ja, ik wil die ellende voorkomen. Ja. Logisch, iedereen wil die ellende voorkomen. Maar het gaat erom, wat is de oorzaak van die ellende? Daar hebben we het over. Dat heeft met die zonde te maken. In deze wereld, nee, in u en mij. En ook over deze wereld natuurlijk, en in deze wereld. Maar vooral over u en mij, van u en mij. Daar moeten wij natuurlijk enorm mee bezig zijn. Dus het lijkt zo dat we die plagen willen ontkomen. Wel logisch natuurlijk. Maar de oorzaak is natuurlijk vele malen belangrijker. En als we dat gaan verstaan, die oorzaak, dan leren we heel veel. En in het bijzonder van die zonde natuurlijk. En laten we maar eens verder kijken, want. Maar het belangrijkste is nu: wat is gerechtigheid door geloof? En wat is zonde? En zonde is overtreding van de wet: ongerechtigheid. Dus we willen naar die gerechtigheid door geloof toe, en gerechtigheid is natuurlijk de wethouden. En dat is het belangrijkste wat we nu moeten onderzoeken, nu moeten weten, niet weten over die verborgenheid en ongerechtigheid. Daar hebben we al heel veel over gehoord. Nee, weten wat zonde is en wat die oorzaak van die zonde is. Waar komt die vandaan? En waar worden wij schuldig voor gehouden? Dat hebben we in de vorige presentaties natuurlijk ook al heel veel over gesproken. Maar dat willen we nu eens met elkander onderzoeken. De oorzaken en de gevolgen daar allemaal van. Wat er rondom die zonde zich afspeelt. En dan beginnen we eens. Een juist begrip van de zonde. Deel 1. Ik heb daar een heel lange citaat voor u neergezet. Een citaat uit 1945. Dan kunt u begrijpen dat is rondom de Tweede Wereldoorlog geweest. Het einde van de Tweede Wereldoorlog. A Right Conception of Sin. Richard Taylor. Komt uit een boek vandaan. En dan moeten we eens goed lezen wat die zegt. Dus dat is gewoon iemand die die zonde eens een beetje geanalyseerd heeft. Zonde als een leerstelling in het christelijk geloof is de gemeende deler van alle andere leerstellingen. Is een belangrijke. De vraag over zonde staat zo nauw verbonden met de natuur van God en het verlossingsplan: dat het die ene leerstelling is waardoor alle andere leerstellingen kunnen worden teruggebracht tot hun essentie. En dat klopt ook wel wat hij zegt. Verder vormt het de meest logische maatstaf, waarbij de juistheid van die leerstellingen kan worden gemeten. Dat is een hele mooie zinsnede. De leerstellingen die met zonde te maken hebben, vormen de kern waaromheen we ons gehele theologische systeem bouwen. Wanneer onze perceptie van zonde verkeerd is, zal het gehele systeem een opeenstapeling van fouten vormen. De eerste meer absurd dan de andere. echter elk nodig om het gehele fouten systeem te laten kloppen. Wanneer we goed willen eindigen, moeten we goed beginnen. En dan gaan we straks even verder lezen. Wat hebben wij in vijf delen gezien? Wat hier gezegd wordt, wat door die Richard Taylor in 1945 al is gezegd. Als we daar een basis neerleggen... een verkeerd begrip van die zonde... en dat is in die vervalste theologieën gebeurd... en de Bijbel heeft een heel andere theologie... een heel ander fundament begrip neergelegd over die zonde... dan zien we dat dat een aaneensluiting is geworden... van allemaal verkeerde gaan. Een opeenstapeling. En dat heb je ook heel duidelijk... In die verschillen in het ware, in het valse evangelie kunnen zien. En juist in het valse evangelie is dat een opeenstapeling geworden van verkeerde, absurde ideeën. Een fout systeem. Men wou het valse systeem laten kloppen. En dat kan natuurlijk niet. Het is wel gebeurd natuurlijk, maar wij weten nu ook heel zeker dat het goed fout was. Laten we het zomaar even uitleggen. En dan gaan we verder, want wat zei hij nog meer? Een juist begrip van de zonde, deel 2. Vele, misschien de meeste van de verkeerde denkbeelden die de christelijke theologie zijn binnengeslopen, kunnen uiteindelijk herleid worden tot een verkeerd beeld van de zonde. En dat weten we nu. Omdat iemand zijn gedachten over de zonde niet helemaal juist waren, werd zijn totale gang van gedachten op een verkeerd spoor geleid. De gedachten van een theoloog over de zonde hoeft slechts een beetje fout te zijn, schijnbaar onschuldig, net genoeg om een zichtbare onderscheid te maken in de gedachtengang, echter wanneer zijn totaal systeem zich ontwikkelt, wat hij verder en verder op de vleugelen van menselijke gedachten afgeleid van de waarheid nou, dat kunnen we nu met z'n allen bevestigen nadat we deze presentaties hebben gezien. Het redeneren vanuit een vals grondbeginsel, en dat is dus gebeurd in die valse doctrine, is het starten van een eindeloze keten van verkeerde conclusies. Daarom zeggen we dat iemand die een onjuist beeld heeft over de zonde, een onjuist beeld heeft over welk ander fundamenteel vraagstuk dan ook. Dit zal in het bijzonder openbaar worden in zijn verhouding tot het onderwerp van verzoening en Gods methode voor het verlossen van de mens. Het aandringen op een juiste zienswijze van de zonde maakt het onmogelijk om erg ver van de waarheid te dwalen. Dus als we die juiste zienswijze op een zonde hebben, dan kunnen we heel dicht bij die waarheid blijven. Dan blijven we absoluut bij die waarheid, want zo kunnen we het wel stellen. Dus wat hebben wij hier gelezen? Dat beetje fout. Wat was een beetje fout? We hadden de gevallen. Nee, we zeiden we hadden de zondige natuur van Adam. Ziet u dat woordje gevallen natuur en een zondige natuur van Adam? Een woordverschil. Het is toch bijna hetzelfde? Nee, u moet goed daarover nadenken. De gevallen natuur van Adam, die zijn wij deelachtig geworden. Maar niet de zonden van Adam en Eva zijn wij deelachtig geworden. De zondige natuur. Een beetje fout te zijn, schijnbaar onschuldig, zegt hij. En dat is in die vervalste doctrine gebeurd. En waar kwamen we toen op uit? Op voorbestemming. Op geen perfectie kunnen. Dat is een redeneren van een vals grondsbeginsel. En is het starten van een goddeloze keten van verkeerde conclusies. Dat zegt hij. En dat heeft hij heel goed bekeken. En dat moeten wij ook heel goed doorgronden met z'n allen. Een pracht citaat is dat: iemand die het door had. Door God werd geleid van let op waar je mee bezig bent. Daar kunnen we alleen maar prijs de Heer op zeggen. Natuurlijk. Ja, en dan krijgen we natuurlijk weer een conclusie. Conclusie en eerste definitie van zonde is. Als onze doctrine, dus die leerstelling, aangaande de zonde incorrect is, dus fout, al hoe klein het ook maar begint, zal het gehele evangelie incorrect zijn. Dus dan kunnen we de hele Bijbel niet meer goed verstaan. Maar als onze doctrine, leerstelling, aangaande de zonde correct is. Zal onze gehele uitleg van het Evangelie correct zijn? Er zijn twee definities van de zonde aan te wijzen. De eerste definitie, zonde is de natuur waarin wij zijn geboren. We hebben allemaal de gevallen, let op, natuur, van Adam geërfd. Wij worden in het vervalste Evangelie hierop vrijgesproken van zonde. Want het maakt niet uit wat we doen of zeggen. We zijn als zondaren geboren en we blijven zondaren tot de dood of wederkomst van Jezus Christus. En juist van die gevallen natuur maakt die eerste definitie dus een zondige natuur van. Maar wij gaan verder en we gaan dat beter onderzoeken. Maar wat heel belangrijk is, is juist die incorrectheid van het inzien van het Evangelie. Of het correct zijn van het Evangelie en ik zal u daar straks ook expliciet op wijzen. Want daar wil ik nog even bijzonder op ingaan. Wat is er aan de hand met de Bijbels? Daar zitten heel vaak haken in. En die haken zijn er toegevoegd geschreven teksten. Want in het Hebreeuws worden bepaalde teksten niet geschreven of woorden niet tussenvoegsels niet genoemd en waardoor wij dat soms niet goed kunnen gaan begrijpen. En de vertalers hebben die tussenvoegsels daarbij gezet. En daardoor kunnen wij, en worden wij ook, volledig vele geloofsgemeenschappen ook op een verkeerd spoor gebracht. En gezet. Dus het is belangrijk voor ons dat we goed gaan begrijpen. wat er in die Bijbel staat. En dat die Bijbel dus vertaald is. en dat er tussenvoegsels zijn gekomen. Wijs ik u straks expliciet op. En dan gaan we even verder, want de zonde blijft in ons zolang we hier op aarde zijn. Dat is dus die verfaalste doctrine. Let op, bijna de gehele christelijke wereld denkt helaas zo over de zonde. Lees deze definitie nog eens goed door. Wat willen wij? De juiste definitie van de zonde willen wij leren. Dan gaan we natuurlijk naar die tweede definitie van de zonde doen. Dat willen we nu beter gaan onderzoeken en zien wat die verschillen tussen die eerste en die tweede definitie is. Want ik heb al eerder gezegd, het is maar een woordverschil, maar het heeft wel een heel groot verschil. Laten we maar eens lezen. Conclusie en tweede definitie van de zonde. Bijna alles, kijk daar komt hij, wat de eerste definitie over zonde zegt, zegt ook de tweede definitie. Namelijk, we zijn in een gevallen wereld geboren onder de zonde van Adam. Met een, en let op, een gevallen natuur. En dus niet met een, een zondige natuur van Adam. Echter, met deze verschillen en uitzonderingen. Tweede definitie. Dat we voor onze gevallen natuur niet schuldig worden gehouden voor God. Dus daarom zeggen wij ook een zondige natuur niet. Van die zonnige natuur denken we snel dat we schuldig worden bevonden aan zonden. Nee, we zijn alleen door die gevallen natuur niet schuldig geworden voor God. Zelfs niet op veroordeeld worden, omdat we de gebreken van onze voorouders, in dit geval Adam en Eve bijvoorbeeld, in eigen ouders hebben geërfd. Ik zal hem nog enkel heel goed voorlezen in één stuk. Definitie 2. Dat we voor onze gevallen natuur niet schuldig worden gehouden voor God. Zelfs niet op veroordeeld worden. Omdat we de gebreken van onze voorouders, Adam en Eva, en eigen ouders hebben geërfd. Dus we zijn niet schuldig voor de gebreken van onze voorouders. De tweede definitie conclusie: we worden wel schuldig bevonden voor God als we persoonlijk, dus individueel, verkiezen om tegen God te zondigen, te rebelleren, kunnen we ook zeggen. Wij doen hem oneer aan door onze verkeerde bewuste keuzes. Bijna de gehele christelijke wereld denkt helaas niet zo over de zonde. En u zult begrijpen hoe belangrijk het dan is om die zonde te onderzoeken, echt de, vanuit de Bijbel te ontdekken... Wat is nu die zonde? En vandaar dat we ook specifiek vier delen hebben over de zonde. Vier uren lang praten over, wij, over hoe zit dat nu exact met die zonde? Wat staat er in de Bijbel? Wij moeten continu terug naar die Bijbel. Wat zegt die Bijbel? En nogmaals, ook wetende hoe die Bijbel is geschreven, die achtergronden moeten we ook weten. Dus het komt nu echt op een goede Bijbelstudie aan en dan. Blijf ik ook zeggen: zie die presentaties van de Bijbel in zijn boodschap. Want dan kunt u begrijpen waarom daar haken tussen staan. Teksthaken. Heeft met de Hebreeuwse taal te maken. Waarom andere Bijbels niet goed zijn. Heeft met die Gnostische secten te maken. Als u dat waarom ziet. En ook als ik een hele hoop teksten heb gezien. hoe nauw wij die Bijbel moeten lezen. Hoe belangrijk het is om die verschillen te ontdekken in onze eigen geest. Dan zult u ook begrijpen dat het nu echt op Bijbelkennis aankomt. Want. welke van de twee definities is Bijbels? Nou, dat weten we natuurlijk wel, maar alleen de tweede definitie is de enige juiste. Wij hebben een vrije wil gekregen om een persoonlijke, juiste keus voor God en naar medemensen toe te kunnen maken, waarvoor we verantwoording zullen moeten afleggen aan God. In het oordeel. Ook naar andere mensen toe, maar vooral naar God natuurlijk. Want wij willen gered zijn en worden. We zien dus dat als we de eerste vervalste definitie aannemen, we hopeloos verloren zullen gaan. En ons niet goed voorbereid hebben om in heerlijkheid opgenomen te kunnen worden. Hier blijkt duidelijk dat ons karakter, dus onze geschindheid, dat is wie we zijn voor God. ...en medemensen ons paspoort voor de hemel zal zijn. In de tijd van het oordeel. Dus in die tijd waar we nu ook in leven. Dus we begrijpen goed weten wat zonde is. Dat is een, een detail natuurlijk uit die vervalste leer. We gaan nu dieper die details in. In die vervalste doctrine, die vervalste leer, die vervalste evangelie... ...die hebben wij nu helder voor ogen. Hebt u hem nog niet helemaal helder... Dan blijf ik zeggen: u mag doorgaan met die presentaties, maar begin wel weer opnieuw. Dan zult u zien dat God u dat allemaal gaat openbaren. Absoluut, dat doet hij bij mij ook. Ik heb ons heel vaak gezegd: ik leer die dingen ook niet in één keer. Ik, soms moet ik al tien keer doorheen zeggen: wat bedoelt de Heer nu? Hoe zit dat nu precies? En als ik dat moet, moet u dat ook? En wat is dan één of twee keer? Net zoals ik zeg: gaat er wel eens tien of twaalf, dertien, veertien keer doorheen? Om goed te begrijpen. Dat is die inhoud. Dat bedoelt God. Dat moet ik blijven verstaan en blijven onthouden. En me niet van de wijs af laten brengen. Goed weten wat God heeft bedoeld in zijn onfeilbaar woord. En daar wordt hij ook heel rijk van. Dus als wij nu die twee leren: de valse en het ware Evangelie, bij elkaar pakken, dan weet u genoeg. Want wat zien wij dan? Onze zondige gevallen, deur. Ja, dat is natuurlijk een fout uitgangspunt. En daar komen voorbestemming op geen perfectie. Dus helemaal fout. Dus wij hebben een, een zuiver Evangelie. Een waar Evangelie met een vrije keus. En wij zondigen door vrije keus. Hebben we allemaal behandeld. Gaan we hier verder niet behandelen. We gaan het nu verder hebben over die zonde. Let op. Dat we over die zuivere, bijbelse, ware evangelieboodschap spreken. En die wordt ook uitgedragen, juist in die tijd van het einde. Nu de zonde. We gaan die zonde opdelen in categorieën. Dan zeg je van, wordt het weer moeilijker? Nee, het wordt niet moeilijker, want we willen echt die onderscheid maken in die zonde. En heel specifiek gaan kijken wat nu zonde is. Laten we maar beginnen. We kunnen zonde in twee categorieën indelen. Namelijk, eerste, kwaadcategorie. Dat is alles wat hier in deze wereld gebeurt. En, tweede, schuldcategorie. Dat is alles wat wij mensen doen. De schuld op ons laden. En dan zullen ze zeggen, jongen, 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 hoe zit dat dan precies? Kwaad en, en schuld, iemand wordt gewoon kwaad. Ja, kwaad worden is ook zonde. Maar als we nu echt over kwaad spreken, bedoelen we even het kwaad hierin. Het kwaad in deze wereld. Dus niet kwaad worden, want kwaad worden is schuld, is zondigen, dat begrijpen we. Maar als ik nu spreek over kwaad, is het kwaad in deze wereld. Kwaad wat er om ons heen gebeurt. En dan niet heel specifiek door mensen. Dat is ook kwaad, wat mensen doen. Die doen ook kwaad. Maar kijk ook vooral in de natuur wat er gebeurt. Dat noemen we. Ook kwaad. Het kwade, de kwade gevolgen van de zondeval. Van Adam en Eva. Dus die wereld om ons heen, daar is kwaad ingekomen. In de dierenwereld, in de mensen, in de natuur zelf dus. De aardbevingen, in de zeeën die woest worden en winden die er zijn. Die hele natuur is in rep en roer gekomen na die val van Adam. Want zelfs de Regen was er niet in de Hof van Eden. Die werd bevochten door het vocht wat in de dampkring was. Was allemaal heel anders. Als we spreken over kwaad, kwaadcategorie, spreken we vooral dus over het kwaad. Ook in de mensen natuurlijk, maar in het bijzonder ook in de natuur. En schuld heeft alles te maken met onze schuld. Dingen die wij doen. En dan gaan we nu eens verder in kijken. We kunnen zon in twee categorieën. Indelen, namelijk, zoals ik al zei, de eerste is de kwade categorie en de tweede is de schuldcategorie. En dat doen we dan met tekeningen. We hebben hier een tekening, maken we daarvan, een zonde. Wij weten nu wat zonde is. En kwaad en schuld. Zo gaan we dat straks helemaal intekenen. Maar dat u heel goed begrijpt dat dat kwade uit de natuur is en schuld is juist waar we schuldig voor worden bevonden. Dat is de eerste opdeling. Gaan we nu kijken naar het kwaad. Ga ik me expliciet even nog op in, maar dat u dat wel goed voor uzelf helder hebt als we over kwaad spreken. Net zoals ik zeg, we kunnen ook kwaad worden. En kwaad worden is zonde en we zijn wel schuldig voor God. Dus die moeten we even aan die schuldkant parkeren. Laat het zomaar even stellen. Wat is het kwaad in deze wereld? Er is veel kwaad in deze wereld, zoals bosbranden, overstromingen, juist ook in deze tijd. Dat moet ons wakker schudden voor de komst van de Heer. Tornado's zijn er vele. U zult begrijpen, aardbevingen, ook al te over. Heeft ook heel veel met die wegen te maken. God heeft ons iets en wil ons iets vertellen. Dit kwaad is het gevolg van de zonde en vloek over deze wereld. Dat is dus het kwaad waar we het hier over hebben. Het gevolg van de zonde en vloek over deze wereld. Dat is het kwaad. Daar spreken we over. Hier zijn wij niet schuldig aan. We moeten er wel mee leren te leven en omgaan. U kunt niet schuldig worden bevonden aan bosbrand. Of u hebt hem aangestoken. Dat kan natuurlijk wel. Of overstromingen. Overstromingen komen door de winden in de zeeën. En een bosbrand komt door. Dat er verhitting optreedt op een hele zomerse dag. En dan kan er zo brand ontstaan. En zo is het ook met tornades en aardbevingen. Zo is het ook bij de dierenwereld. Ook hier heeft de zonde zijn intrede gedaan. tijdens de zondeval van Adam en even. Ook hier zijn wij niet schuldig aan. En dat is ook belangrijk, want de dieren die zijn absoluut veranderd, dat weet u. En. Zelfs heel ernstig veranderd. Wij hebben wel huisdiertjes in huis. En die zijn dan heel aardig, zoals het lijkt. Maar u weet, in die grote natuur, in de, de wildernis en in de bossen. overal heb je wilde dieren. Verwilderde dieren. En die vallen mensen ook aan. Terwijl wij, zoals je weet, door God over de dieren zijn gesteld. Maar het belangrijkste is wel dat het kwaad ook in die dieren zit. En nu willen we eens. Verder gaan. Want hoe zit dat dan bij die dieren? Want daar leren wij ook iets van. Laten we eens een kat pakken. Een huisdier. Zo, wij noemen dat een huisdier, omdat we dat dier in huis nemen. Maar huisdieren uh, zijn in principe geen huisdieren. Dat klinkt misschien raar, maar in wezen niet. Niet om in huis te hebben. Want laten we eens een voorbeeld nemen. Want dat kunnen we zien in zo'n wat wij tegenwoordig noemen een huisdier. Want. Hoe kan een geliefdkoosd huisdier veranderen in een verscheurend dier? Want zo is het. Van liefde naar kwaad. Dus er gebeurt kwaad in deze wereld en ook door dieren. Dat kwaad zit in een dier. In de dierenwereld zien wij dat een kat van het ene op het andere moment kan veranderen: van een liefdevol dier naar een roofdier met het kwaad volledig in zich. En wat is daar zo bijzonder aan, aan die kat? U kent die dieren, zijn in huis, zijn heel liefdevol, doen helemaal niets en zitten naast u op een bank. Wat een aardig lief diertje. Maar als zo'n diertje buiten komt, dan wordt het ineens een heel ander dier. Dan gebeurt er iets. Instinct zeggen wij. Hè? Dat is het instinct van het dier. Dan wordt het een verscheurend dier. Wat doet hij? Die? die gaat alles. Pakken wat kleiner als hem is. En die zoekt vooral vogeltjes op. Vogeltjes vindt hij prachtig. En wat doet hij ermee? Is dat voor zichzelf, om te overleven? Zoals het in de dierenwereld, in de natuur, in de verwilderde natuur gaat? Nee. Wat doet hij ermee? Hij heeft eten en drinken genoeg uh, van het gezin waar hij in woont. Nee. Waarom doodt hij? Dat is een instinct. En waarom? Onvoorstelbaar om, om zo'n klein vogeltje te pakken. En, en wat doet hij dan? Die gaat die treiteren noemen we dat hè, in onze wereld. Gewoon plagen. Tot de dood toe plagen. Nou, wat een kwaad zit er dan ineens in zo'n liefdevolle kat? Wat wij een liefdevolle kat vinden als hij in huis is. Het wordt een heel ander dier als het buiten is. Een metamorfose, zouden wij zeggen, van zo'n dier. Dus het kwaad zit in dat dier. Die gevallen natuur zit daarin. Ook van de dieren. Met die zondeval is dat allemaal gekomen door Adam, zoals je zult begrijpen. Dus van liefde naar kwaad, naar zonde toe. Maar daar willen we eens verder op ingaan, want dat gaan we straks ook op ons mensen betrekken. Laten we nog eens lezen. En toch nemen we het, dit dier niet kwalijk. En laten het gewoon weer in huis zonder te bestraffen. Wat is de achtergrond hiervan? Daar gaat het om. Daar willen we naartoe met z'n allen. Het is zijn natuur, sinds de zonneval. Dus wat weten we nu? De kern is: het dier wordt niet schuldig bevonden. En waarom wordt het dier niet schuldig bevonden? Dat weten we wel, heb ik al genoemd. Het motief is: het is instinctief. Instinct. Zo'n dier heeft een instinct, zeggen wij. Ja. Daar is het mee geboren en dat kan niet anders, want hij moet overleven in de verwilderde natuur. En overleven is alles wat kleiner dan je is of wat je aan kunt. Dat moet je pakken. Om te overleven, dat moet je doden en dan moet je opeten. Dus zo heeft God de natuur niet gemaakt, maar door de zondeval is dat tot stand gekomen. Het diertje nemen wij weer mooi in huis. En zetten we weer mooi op een bank, naast ons neer, of wat dan ook maar. En er is niets aan de hand. Niet schuldig bevonden. Maar, nu gaan we naar ons mensen toe. Hè. Dit is een voorbeeld uit de dierenwereld. En die ziet u ook in die cursussen staan. We hebben ook een cursus op het internet, weet u, kunt u alles nalezen. Dit voorbeeld staat er ook een beetje in. Dan gaan we eens verder naar ons mensen. Hoe zit het dan met zonde, kwaad en schuld en liefde? Want die... Facetten zijn hierbij betrokken in ons leven. Hoe kan een geliefd kind veranderen in een, een moordenaar? Van liefde naar kwaad, weer precies hetzelfde. Hier ziet u een lief kindje en hier ziet u een lief kindje als moordenaar afgebeeld. Wij zien hier hetzelfde bij een kleuter gebeuren: als deze op wat voor manier dan ook aan een wapen is gekomen en daardoor iemand zou doden. En dan zult u zeggen, dat gebeurt toch niet, dat kan toch niet. Nou, dat kan heel goed. Zo'n kind kan een... En dat is al gebeurd. Een wapen vinden, in Amerika zijn alle wapens vrij. Iedereen heeft een wapen in huis. En die kan op wat voor manier ook maar per ongeluk aan zijn trekker trekken. En die kan iemand anders, zijn broertje of zusje, wel doden. Dat is al gebeurd en... Nogmaals, wij gaan nu kijken hoe kan dat zo'n kind van een liefkind naar een moordenaar toe. En wat zijn dan de gevolgen daarop? Er is een kwaad geschiet, dat begrijpen we. Maar we nemen het de kleuter niet kwalijk en het krijgt hiervoor geen gevangenisstraf. Wat is de achtergrond hiervan? Het gaat hier om de schuldvraag. De schuldvraag, daar gaat het om. Kunnen we dat kind schuldig verklaren? De kern is weer: het kind kon het niet weten. Geen motief, noemen we dat wel in de rechtszittingen. De aanklacht is niet toerekeningsvatbaar. En zeer terecht. Want als zo'n kind niet weet wat zo'n apparaat is, laat ik het zomaar even uitdrukken: ja, dan gaat hij de gekste dingen mee doen. En dat is nu precies. Waar wij dus nu aan denken moeten: aan zonde. Wanneer komt die zonde, wat die zonde, dat kwaad in deze wereld, tot schuld? Wanneer worden wij schuldig verklaard? We hebben het instinctief met een dier gehad, die kunnen we niet schuldig verklaren. We hebben het met een lief klein kindje, die het niet weet, kunnen we ook niet schuldig verklaren. Maar nu wordt het anders. Want wanneer kunnen we wel schuldig verklaren? Dat gaan we nu eens bekijken. Een hele andere situatie. Hoe kan een verliefd meisje veranderen in een moordenares? Van liefde naar kwaad weer. Weer exact hetzelfde. Stelt u zich eens voor: wij zien hetzelfde bij een verliefd stel, dat oneenigheid krijgt. Vervolgens gaat de jongen er met een ander meisje vandoor. Waardoor het jaloers achtergebleven meisje naar een wapen grijpt en de jongen vervolgens om het leven brengt. Dit is een heel andere situatie natuurlijk. Er is een kwaad geschied, net zoals met de vorige twee gevallen. We nemen het dit jaloerse meisje wel hoogst kwalijk. Zij krijgt gevangenisstraf. Wat is de achtergrond hiervan? Aanklacht, toerekeningsvatbaar, was gepland. Zij wist wat ze deed. En ze wist ook dat het niet mocht. De kern is waarom? Zij wordt jaloers op haar vriendje, dus schuldig verklaard. Dus we hebben nu drie gevallen. Eén bij dieren. Als we zo'n dier, dat weet u, in huis halen, kunnen ook de gekste dingen gebeuren. Dat is ook met honden zo, dat weet u, als je honden in huis haalt, honds uit kan erin treden, gaan zo mensen bijten. Dan, wie is dan verantwoordelijk? Voor wat er dan gebeurt met die hond en wat die hond doet. Dan is de eigenaar daar verantwoordelijk voor. En zeer terecht, die hond die weet niet beter. Die is in die natuur geboren. Beter gezegd, door die zondeval natuurlijk. Hè, is dat allemaal gekomen. Dus kunnen we niet instinctief niet schuldig verklaren. En met zo'n kind kunnen we ook niet, omdat het klein is, onwetend is, geen licht heeft, schuldig verklaren. Maar dit meisje wel degelijk natuurlijk. En dan kunnen we heel veel voorbeelden noemen. Dit is maar één voorbeeld, een simpel voorbeeldje. Maar er is kwaad geschiet en een schuld bedreven. En schuldig gemaakt. Dat meisje heeft zich schuldig gemaakt. Heeft iemand van het leven beroofd. En dan gaan we weer terug naar die Bijbel. Want wat leren we vanuit de Bijbel? Dat we iedere dag van ons leven beslissingen moeten nemen. In hetgeen kwaad. En wat goed is. Dat is duidelijk. Dat hebben we nu ook een beetje hier verteld met z'n allen. We leven in een kwade wereld, dat weten we. Maar we moeten schuld elimineren en voorkomen. Dus keuzes maken. En u ziet, we gaan dus nu meer in het kwaad van de mensen op. Hè? De Bijbel leert ons ook het verschil tussen goed en kwaad. Met daarbij de schuld van iets krijgen of op ons nemen. We gaan naar Genesis toe, 2 vers 17. Let op wat daar staat. Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daar nou noemt de Heere God het kwaad ook, en het goeds, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. Dat is duidelijk. God legt de verantwoordelijkheid en beslissing, Keuze dus bij de mens. Verstaat u dat? Verstaat u wat God heeft gedaan? God heeft gezegd. Jullie krijgen een verantwoordelijkheid van mij. Jullie mogen alles hebben hier, alles is van jullie. Maar ik heb één verantwoordelijkheid. En een hele belangrijke waar je keuze in moet maken. Dat je niet daarvan zult eten. Want ten dagen, als gij daarvan eet, zult Gij dood doodsterven. En let op. Ik zal het nogmaals aanwijzen voor u: zult gij den dood sterven. En er staat niet: zult gij direct den dood sterven. Daar staat ook niet: zult gij na een dag den dood sterven. Dat staat er niet. Dus daar staat: zult gij den dood sterven. En niet wanneer. Belangrijk punt om vast te houden, want wat is daar gebeurd? Dat is iets bijzonders gebeurd, iets. Als we daar goed over nadenken, want God zei wel, zult gij den dood sterven. Gaan wij eens lezen. Maar Adam en Eva stierven niet op diezelfde dag. Hoe zit dit nu? Waarom werden Adam en Eva niet direct ter dood gebracht? En allen die op de aarde wonen, zullen hetzelfde aanbidden. Welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens. Dat is even de voortekst, dan weet u waar die vandaan komt. En nu gaat het om het volgende. Des lams, let op, dat is onze geliefde Heer Jezus Christus, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Let op, wat staat daar? Dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Hier lezen we dat het lam, dus Jezus Christus, geslacht is van de grondlegging der wereld. Dus wij zien dat de Heer Jezus bij die grondlegging der wereld geslacht is. Niet gekruisigd, maar wel geslacht. En dan gaan we eens naar de Geestenprofetie kijken, want die legt ons dat heel mooi uit. U begrijpt natuurlijk al heel veel, maar die Geestenprofetie zegt ons heel mooi hoe dat precies zit. Laten we de Geestenprofetie het antwoord geven. En dat vindt u in Bijbelcommentaar op bladzijde 4 in een Nederlands uitgave. Adam luisterde naar de verzoeker. Dat is dus de duivel. Die was al gevallen uit de hemel, dat begrijpen we. En viel in zonde door toe te geven aan zijn verdachtmaking. Waarom werd in zijn geval het doodvondens niet dadelijk voltrokken? Want dat had God gezegd. Maar die had geen tijd genoemd, dat weten we nog. Omdat er een losprijs was gevonden. Gods enige geboren zoon bood vrijwillig aan om de zonde van de mens. Op zich te nemen en verzoening te doen voor het gevallen mensdom. Dat is daar gebeurd. Jezus Christus stond direct in voor, op datzelfde moment, voor wie? Voor Adam en Eva. Daarom, wat stond er? Is dat lamgeslacht van de grondlegging der wereld. Jezus Christus stond direct voor de u en mij in. En dus ook voor Adem en Eva. Dus die schuld van Adem en Eva, die werd direct op wie gelegd? Op wie? Op Jezus Christus. En niet op ons. Op het Lam. Openbaring 13 verzacht. Kijk, daar staat dus duidelijk dat wij niet schuldig bevonden worden voor de schuld van Adem en Eva. We zitten wel in de gevolgen, ja. Dat begrijpen we allemaal wel. Dus let nu op hoe wij die Bijbel kunnen analyseren. En natuurlijk zelf begrijpen, maar ook gaan verstaan hoe belangrijk het is om dat goed te beseffen. En dan gaan we nog iets lezen, iets bijzonders. Want wanneer werd Christus onze middelaar en onze verlosser van de doodstraf? Dat begrijpen we natuurlijk al, dat was bij Adam en Eva. Maar dat lezen we nog even heel duidelijk uit de Bijbelcommentaren. Op hetzelfde moment, dat staat op hetzelfde moment, dat de mens inging op Satans verzoekingen en datgene deed wat God verboden had, stond Christus, de Zoon van God, tussen de levenden en de doden. Terwijl hij zei, laat de straf neerkomen op mij, ik zal de plaats van de mens innemen. Hij krijgt nog een kans, dat is toch geweldig. Op hetzelfde moment stond Christus tussen de levenden en de doden. En wie is toen gestorven? Dat is maar één. Dat is onze geliefde Heer Jezus Christus geweest. Die is toen gestorven voor Adam en Eva en voor het hele geslacht, de nakomelingen van Adam en Eva. Vindt u dat niet geweldig? Vindt u niet geweldig hoe dus de Bijbel gewoon uitlegt dat die schuld van Adam en Eva. Op Jezus Christus is gelegd. Laat de straf neerkomen op mij. Ik zal de plaats van de mensen nemen. Hij krijgt nog een kans. Dus vanaf Adem zijn val en schuld, heeft de mens nog een kans. En let op, niet die millennium kans, hein? die valse tweede kans theorieën van al die boeken die er geschreven staan. Van Halinci en, en Tim Lahai, het is abnormaal wat ze allemaal durven te schrijven pas op. Nog een kans na de zondeval. En als we dat gaan verstaan, dan begrijpt u als u dit vanuit de Bijbel leest, dat is de grondslag van het ware evangelie. En dat andere evangelie wat we hebben geleerd, die vervalste doctrine heeft een heel andere grondbeginsel, zoals u zult begrijpen. En daar moeten wij vanaf in onze gedachten ook vanaf. En daarom is het nu zo belangrijk dat we er nu heel specifiek op die zonde inzoomen. Tot zover, eerst deel 1. We gaan straks verder. U zult begrijpen, nu komt het echt heel specifiek aan op Bijbelteksten. En daarom is het zo mooi om de Geestenprofessie erbij te nemen. Die vertelt ons gewoon precies wat er bedoeld wordt. We kunnen het ook begrijpen uit de Bijbel hoor. Echt, als u goed de Bijbel leest en begrijpt, en echt goed lezen, hè. Niet overheen lezen. Want in elk vers zitten wel 1, 2, 3, 4 diepgangen in. Ik zeg wel 7 diepgangen, want zo vol is Gods woord. Maar we stoppen er nu eerst mee. We gaan straks verder. Ik hoop u straks ook weer te zien in De Liefde van zijn Boodschap, De Verdieping. En in het bijzonder, Wat is de Zonde? In deel 2. Graag tot straks en tot ziens.